Nou, we zitten hier. Kijk, Rolling Stock is een class 105 en van British Railways. En Cleo begint even het goede jaar inderdaad zeer goed met de resubscriptie alweer voor 27 maandjes. Het nieuwe jaar begint goed. Dankjewel Cleo voor de resubscriptie en het hele glazen kapau. Mark ook een goede naam en welkom. En dan pakken we even de trainmap erbij. Als het goed is moet hij hem pakken. Ja, hij pakt hem. Wij zitten in Barnet Castle. Grotendeels zullen jullie waarschijnlijk geen sporen zien, omdat eigenlijk hier geen spoor meer ligt. Maar goed. The class 105 uses gears. If you're unfamiliar with how to drive the class 105, please refer to the section 3.4 driving a technique in the class 105 manual. Wij weten hoe we moeten rijden. Voordat we daar gaan doen, ga ik eerst eventjes de tijd even goed zetten, want die ben ik nog vergeten. 39 start. Prima. Zo. Good morning, driver. Today you will be taking and stopping passenger service. The crook, you will need to let passengers board here before setting off. Dat zullen wij doen. In ieder geval de deurtje open. Lampjes zijn al aan, blijkbaar. Nou, die doet het ook. Oké, dat is een beetje dim. Maar goed, die doet het ook. Route number light. Oké, die is uit. Die is aan. Dead light. Die doet niet veel. Dat is de cap light. En light dan. Nou, is wel aan. Maar goed. Even kijken. Deze. Natuurlijk even de brake release. Even kijken. Komt. Nee, niet de Ctrl I. Shift E. Hier staat gear 4, maar dat klopt niet. Het is iets anders. Dus let's go. Je hebt een goede avond en welkom. Dus P-Best, good evening and welcome. Ooh, exciting 45 limit. Come up. Come up, you can't it. Hij kan het wel. Alsjeblieft, Tom. Ja, het is een gearbox train. Hij heeft een beetje moeite mee. Oké, wij rijden serieus in the middle of nowhere. Ja, ja, vierde versnelling, mensen. Vierde versnelling. Oh ja, er was zo'n break, die moet je zo bij poppen. Ik vind het op zich niet erg. Dit is op zich altijd wel een mooie rustige route.
Maar ik denk dat is een rokende potkachel, want je kunt het zien. Het enkelspoor. Blijkbaar. Dus het klein stukje enkelspoor. Ja, third gear, kom op. Nou, ik denk met de scherpte van de wissel of zo, met de treinperiode, is geen idee. We mogen misschien dit online pakket wat overdragen kosten als ze binnen 24 uur bij worden afgeleverd. Nou, Tom, wanneer je normaal je pakketje krijgt, dan krijg je je pakketje mooi binnen. Bjorn? Nee, niet vanavond. Ik moet hem zelf nog doen, een keer bekijken. Dus. En het is weer dubbelspoor. Cockfield. Ik moet zeggen, het standaard krijgt deze route EP-waarde bij elk scenario en ik moet zeggen, het past heel goed. We gaan naar beneden. Ga speeding. Dat is niet goed. In wat vacuum erop. Limels heb ik deze. Ik zou zeggen, Boon, je kunt meer unlocken. Ze zijn voor 24 uur te gebruiken. Of ze worden. Maar goed, misschien zijn we wel late. Maar op dit moment zijn we nog op tijd. Hebben. Zucht, Leo. Zij iemand zwarmen? Waar rijden we nu dan? Already.
Ik moet zeggen, dit is wel heel erg mooi landelijk hier, hoor. Maar dan wel onder de radar. Ja, Incognito 92 noemen we hem ook wel, hè? Tjup, tjup. Ja, maar dat ben je toch. Als je gewoon in de streams gewoon wel eens een keer kijkt en je zegt niks, dan ben je toch incognito. Observeren. Ga naar berg, joh. En berg gaan weer naar beneden. Cleo zoekt even achter het doek bij Jansen Abio. Ik zie niks. You just had to try, Mark. Erwa. Ah, Cockfield 12. En dan komt er Rutger even binnengevallen met een subscriptie-gift voor onze Mr. Bliefjes 92. Dankjewel voor de subgift, Rutger. En... ja, welkom bij de Club Beyond. Geniet van je icoontjes. Min 20, Scumbaggery. Ladies and gentlemen, Cockfield fell in the middle of nowhere. Listen to the kitten purr. Ja, Cockfield.
Let's go, next station Evenwood. Eens kijken wat een prachtige omgeving zo. Natuurlijk wel even doorschakelen, hè. En maximum gears. En even wat breken bij. Dat is natuurlijk ook wel weer handig. Tot Lias, thank you for the follow en welkom to the stream, welkom. Beetje lullig station dit. Goedenavond Rolof. Ja, 45 mijl. Holy jeebies. Dit is een grote brug. Oké, okay, bijna maximum break nodig om hem te houden op dit stuk. Oei, oei, oei. En... reset op de break. Nee, maar het is ook een... het is een heel scenic stukje dit. In real life ligt hier geen spoorweg meer, het is gewoon allemaal weg. Dus. Evenwood. Laten we even de gears weer even naar 1 zetten. Net de landing hebben we nog even teruggekeken en weet hoe het nog beter kan. Nou, kijk eens, gewoon lekker kijken, gewoon goed kijken naar jezelf, kritisch zijn, dat is gewoon prima. Oké, je mag wel stoppen nu. Kom op. Ah, come back. In deze tijd kon het gewoon hoor. Deze tijd kon het gewoon.
Ik vind het helemaal prima. Hey, Sen is de groen. Doen ze in Tracer World niet. Als je doorheen gaat, dan heb je pech als je weer terug gaat. Illegem, bedankt voor de following. Welkom. Goedenavond. Timeless bonus. Let's go. West Auckland. Even afremmen naar 20 mijl per uur, dan zullen we waarschijnlijk weer een crossing hebben. Ja, ik denk het hier. Ja, zo is een beetje op dreef vandaag. Dat ik wel later thuis was. Ik ben ongeveer ja, nu iets meer dan een uurtje thuis, dus. Come on. Break. We hebben het gered. Leuk treintje. Ja, het is een leuk treintje, dat zeker. Het is gewoon een oude stijl, diesel mechanisch. Oftewel letterlijk mechanisch met een gearbox. Speeding lekker streng zijn voor. Dat vind ik Mark ook wel heel erg leuk. West Auckland is coming up. Ja, het heeft voornamelijk te maken met de braking. De gearing, dat valt best nog wel mee. Maar het heeft met de vacuum braking te maken. Want je moet zeg maar gewoon een aantal procent. Of in ieder geval, je moet wat lucht eruit laten. Dan moet je hem op hold zetten en dan maar hopen dat je goed hebt gedaan. En anders dan heb je iets te veel of iets te weinig rem. Bijvoorbeeld deze was spot on. Alleen voor ons station hebben wij ietsjes te weinig tijd, maar goed.
En dan zijn wij. De Yorkshire Coast. Zo'n dingetje op zo'n bergrandje. Nice. Arne Klaassen, welkom in de stream. Goedenavond, bedankt voor de follow. Let's go. Full power. In principe moet je dit doen als je wil opschakelen. In Trainsim kan dat wel. In Trainsim World lukt dat niet. Dus je moet zeg maar deze naar beneden, dan daaronder, dan gear changen en dan weer full power. Of in ieder geval apply tot wat je nodig hebt. In Trainsim kun je gewoon doorklikken zonder problemen. Dan gaan we weer omhoog. Bishop Auckland is de next station. Power off. Change gear. Power on. Ibram, good evening and welcome. Welcome. Weer een 25 mijl per uur limit, dus dan hebben wij soms weer waarschijnlijk zo'n shunt, of in ieder geval een track change of samenvoeging of wat dan ook. Wat krijg je hier? Zal die zijn, denk ik. In ieder geval maar even doen, even wat breken bij. En op hold. Ah, Barrettes in ieder geval. Ja, linksaf hebben wij groen. Breaks off, 25, second gear, let's wait after the 45 limit is passed, and power back on, third gear. Ietsjes te veel snelheid. Toch gaan we remmen nu. Naar 30. Ik begrijp als tot nu toe maar terugschakelen terwijl je optrekt. Rare jongens die Engelsen. Oh, ja, dat heeft mee te maken, Leo, dat het AP-pack heeft de gearing veranderd. Want hier zit zeg maar zo'n soundpack op. Vroeger waren de soundpacks ook een soort enhancement packs. De gearing is changed, omdat hij in principe... Ja, kwam zo in het script namelijk uit op een of andere manier. Zo van, nu is die echt bijvoorbeeld de gearing, de RPM gauge, die reageert nu precies zoals die zou moeten. Dat
Diddy, zonder dit pack Diddy dat niet. Dat was een whistleboard. En dan gaan we nog maar bijremmen. En weer release, want het is nul. Och heden, we komen eindelijk een spoorlijn tegen, mensen. Maar wij gaan hierin. Het is Wouter en Nel. Bedankt voor de follow en welkom in de stream. Of we gaan niet omhoog, dat kan ook. Oh nee, we gaan niet omhoog. We gaan daarheen. Bishop Auckland in een shed of wat dan ook is. Waarom mag je niet de andere kant op? Welke zin bedoel je, Rolof? Wij kwamen hier vandaan. Barnett Castle. We hebben dit heel stuk hier zo gedaan. Hier een klein lijntje door. Zijn we hier naartoe, dan gaan we hier naartoe. Blijkbaar. Ja, aardig wat. Het is een network. Let's go. Dat is het mooie aan deze route, het is een network, dus in principe heb je, kun je van alle kanten, je kunt die kant op gaan, die kant, die kant, die kant. Dat is zich ook altijd wel mooi om te zien. Is volgens mij ook heel erg lang aangebouwd, maar het is ook zeer geoptimaliseerd, want ik heb bijna constant, waar dan ik ook ben, 60 fps ondanks. Moet je eens kijken hoeveel er, nou oké, ik heb nu wat minder fps, maar... Het is nog steeds 50 wat een gebouw is, maar ja, SS waren simpel in die tijd. Maar volgens mij is deze gebouw vanaf de Rail Simulator tijdperk tot wanneer die auto is gebracht met trains in 2015. Dus er is iets van 7 jaar, 8 jaar aangebouwd in deze route voordat hij uitkwam. Ja, station is gaaf. Let's go. Op naar Italy. En Martijn, goedenavond. Ten house.
Iets meer power. Let's start a break. Is een route, vind ik leuk. Ja, dit is ook een zeer leuke route. Het is gewoon de manier van bouwen, de mini van scenery, geoptimaliseerd. Maar zo oud, dat wel. Maar ja, het is gewoon een bepaald tijdperk. Dus, ja, zo is lekker bezig vandaag. Ladies and gentlemen, Atterlee Station. Exit on the left. Met de mooie seinbrug. Ja. Zou we even een Red Bull gekregen vanmiddag? Nee, hij is gewoon blij dat ik er weer ben. Ik was vandaag weg en dan vervolgens dan kom je thuis en dan moet hij natuurlijk weer aandacht hebben en dit en dat. En dan, ja, dan geef ik hem aandacht, maar dat is blijkbaar niet goed genoeg. Want ik moest ook gaan streamen. Zo daar. We waren ruim op tijd. En dan gaat hij weer vandoor. Kut hem op je schouder zetten, dat lijkt mij op zich geen goed idee. Dan laten we zo zeggen, dan gaat treinrijden helemaal fout. Dan gaan we speeding en crashing en smashing en wat dan ook. En vervolgens zie je alleen maar een zwevend hoofdje met een paar poortjes. En een maatje voor Zorro kennen ze ook aan. Zorro heeft op dit moment de leeftijd dat je er geen bij moet zetten. Want dan is het een kans dat je zeg maar ja, gevechten krijgt en wat dan ook en, ja, en heel veel tjoepjes. Maar goed, ik was ook wat laatjes thuis, ik was een beetje thuis. Zal ik abonneren? Nou, je hebt het gedaan. Het is Wouter Nel, dankjewel voor de sub met Twitch Prime. Welkom bij de club. En geniet van de icoontjes en wat dan ook. Ja. Ik kom een e-mail. Ik leef nog, dus gaat goed met me. Wat heb je dan gedaan? Double hype. Nou, er is een museumlijntje die gaat hier af. Maar wij gaan rechtdoor op een stuk spoor wat niet meer bestaat. Zoals je kunt zien,
Hier gaat het museumlandje gaat hier af. Wij gaan weer helemaal rechtdoor. Daarom wat we kaarten kunnen zoeken aan gezelschap. Ja, op zich, want dan zitten ze lekker samen bij elkaar en wat dan ook. Maar het geeft wel weer een kans dat ze gaan kwetteren met elkaar de hele tijd. En laten we zo zeggen, op dit moment met Zorro heb je dat niet. Behalve als die aandacht wil. Dan gaat hij veel kwetteren. Ah, dan hoor je ook de mascotte in de stream, hè? Peach Burn. Ladies and gentlemen, next station is Peach Burn. Exit on the left. If we stop on time, which will be. Oké, dat was ook weer niet de bedoeling. Laten we rigoureus stoppen. Zo te zien wat kolenmijnen hier. Siddle en Son, coal merchants. Yep. Nog wat koolbakken. Hashtag details. Ja, op een of andere manier, hij ging in de emergency brake. Er zit zeg maar hier in de cabine, dit is een emergency brake. En blijkbaar is die geactiveerd geweest. Deze knoppen doen niks. In Transient World zou je deze kunnen doen, dan krijg je de coachlijntjes, maar ja, die zijn aan. Hallo. Late? We zijn niet late, we zijn juist early. We hadden eigenlijk pas over 3 seconden aan moeten komen. De mensen een plezier gedaan. Wat ik voor betaald. Vuurwerk. Let's go. Op de krook. Miles. It's raining men, hallelujah. Dankjewel, het Wouter. Ah, ik zou wel Wouter zeggen. In ieder geval dankjewel Wouter voor de bit. Oké, moeite. Stellenberg.
Oh, nog ietsje sneller. En dan gaan we weer. Voor het keer. Oep, power. Oké. Dankjewel, Wouter. Oké, laten we ondertussen maar even gaan laten uitrollen. Tot toch afremmen met een 15, zo te zien twee keer. En Matthijs zegt dat zijn veel seinen. Ja. Engeland, arm seinen, many. Nog zijn bureau hier. We gaan naar rechts. Is een stuk en de dots. Ladies and gentlemen, next to this crook, this train will terminate here. Please exit all. Thank you. Crook. This train is for Crook. Please mind the gap between the train and the platform. Nou, ik krijg het idee dat ze hier in deze tijd nog niet aan het omroepen waren. Van zoek ze maar uit en als je ertussen valt, ja, dat is jouw probleem. Wat een softe peur. Congratulations driver, you successfully completed this run for Banner Castle to Crook. Let's see how you did.